بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، welkom bij een nieuwe les van Arabische taalvaardigheid uit het boek Al Arabiya tu bayni yadayk. We zijn aangekomen bij even kijken. We hebben Mulaghas Tarakib behandeld van hoofdstuk 10. En zoals we aan hebben gegeven, Mulaghas is de samenvatting, of is een samenvatting. En het Tarakib zijn de constructies, oftewel de zinsconstructies, de grammaticale zinnen. Of de zinnen grammaticaal weergegeven. Die hebben we behandeld. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan naar de volgende pagina. Pagina 61 van het pdf. En dat is pagina 278 van het boek. En dat is even kijken. Dit is Al-Aswat. Al-Aswat. En Fahm al-Masmu'i. Nou, Al-Aswat is de geluiden. Het is meer van saut. Saut is geluid. Aswat zijn eigenlijk geluiden. En hier gaat het dan specifiek over de klanken van de letters. En wat in dit boek vaak gebeurt, is dat er letters zijn die best wel dicht bij elkaar liggen in uitspraak. En dat zij eigenlijk de nadruk erop willen leggen dat er een verschil is tussen die twee letters. Of willen aangeven wat het verschil precies is tussen de twee letters. En hier hebben ze de dad en de dha. De dad en de dha. En wat belangrijk is om te weten, is dat de dha, deze hier, de dha, wordt uitgesproken net als de tha en de dhal. De tong wordt eigenlijk tussen de tanden geplaatst. En dit is een zware letter. Net als dad, dus allebei zware letters. Maar de wa wordt uitgesproken door de tong tussen de tanden te plaatsen. Ik zal hem even opschrijven. Even kijken. Deze. Dus we hebben de wa. En die komt uit precies, die wordt op dezelfde manier uitgesproken. En niet qua geluid, maar wel qua de plaatsing van de tong. Als de tha en de dhal. En dit is dus van licht naar zwaar eigenlijk. Dus eigenlijk, de wa is een zware tha en een dhal. Dus deze, een tha, een dhal en een dha. Je hebt tha, tha, tha. Dus je hoort ook dat hij zwaar is. Je maakt hem expres zwaar. Terwijl de dad, deze letter, de naam, trouwens elke letter, dat is wel interessant om te weten, elke letter in de Arabische taal heeft een drieletterige naam. De naam van een letter heeft drie letters. Dus de tha is tha'un, dhal en dha. En de dad begint met de dha en eindigt op de dal. Dus dit is niet de dad. Heel veel mensen proberen deze ook nog wel als een dad uit te spreken, maar dat is niet de bedoeling. Het is een dal. Dus dad. Want als je eindigt op een dad, een dad is eigenlijk, hij wordt uitgesproken met één of twee zijden van je tong tussen je tanden. Dus als je hem wil uitspreken, moet je eigenlijk lichtjes, niet hard, lichtjes bijten op de zijkant van je tong. Links en rechts, of alleen links
rechts. Dat is best wel een moeilijke letter op zich. Maar, en als je eindigt erop, dan is het net alsof jouw als het geluid geabsorbeerd wordt. Dus als je eindigt op de dad, bijvoorbeeld het woordje L-A, dan als je hier stopt, dan zeg niet ard. Heel veel mensen zeggen ard, alsof het een del is. Maar ard, hij verdwijnt als het ware. Het geluid wordt geabsorbeerd door je tong. Dus een ard. Je hoort eigenlijk geen del geluid. Terwijl als je aan het begin van een letter bijvoorbeeld aan het begin van een woord bent, zoals bijvoorbeeld daleen, hoor je wel heel duidelijk een soort del-achtig geluid. Maar hij is niet hetzelfde als de del. Dus de, da, da. Je moet echt, als het bij het uitspreken jouw tong niet geklemd is tussen je tanden, heb je niet goed uitgesproken. Da, da. En als je eindigt, is het el ab. Dus ook als je gaat luisteren naar Roa, zoals Rassari, Mishawi, Abdelbas, Samad enzovoort. Als zij stoppen op de dad, hoor je ook echt dat ze... Precies. Ze absorberen het geluid als het ware, van wat er voorkomt. Dus dat is even belangrijk om daar aandacht op te vestigen. Dat is een moeilijke letter eigenlijk. Is een lastige letter. Een naamwoord, het Arabisch, wordt ook wel Lord of Bad genoemd. Het is een... En de professor Samir wordt ook wel beschreven als Afsahu men natakabi bidad. Dus hij is de meest welbesproken persoon die de daad uitsprak. Omdat de daad een specifieke letter is van het Arabisch. Ja. Ja. Andere talen hebben die niet. Althans, dat is wat gezegd is. Dus dat is even belangrijk om daarop te focussen. Wa alaikum salam wa rahmatullah. أنا في انتظار إن شاء الله بعد صلاة العصر بارك الله فيكم جميعا وفيك. طيب هاي كومت زو بابي دان willen ze hier aangeven wat het verschil is. Dus ناظرة en ناظرة وجوه يوم عيد ناظرة ila rabbiha nadhira. Dus hier heb je twee verschillende. Dus de tweede komt ook meer in de buurt van de z. Hij komt meer in de buurt van de z. The. Maar heel veel mensen maken de fout door beide uit te spreken als een zij. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Het is niet nazira. Nee, dat niet. Maar na the. The. Ja. Dus hij heeft wel een beetje een trillend geluid. Wat lijkt van net als de z. Net als de zij. Maar het is wel nog steeds de da. Dus na di. Na di. En na di. Na di. Dus je moet hem echt klemmen. Hij is voller. En want je tong wordt ook uitgespreid. Want als je moet klemmen tussen beide, kan je hem niet gebogen hebben. Terwijl als je de da uitspreekt, dus je tong is geklemd tussen je tanden. De. Dus the, wel en va. En wat je moet doen is, ze noemen ze tafgeem, is het zwaar maken. Dus in plaats van a. Ja. Dus dat is tafgeem. Dus dat moet bij beide letters hier. Dat zijn zware letters. Mm-hmm. Dat is kaf en kaf. Ka. Nee. Hoor je ook dat die zwaar is. Hij komt ook ergens anders vandaan. De kaf is zoals we kennen in het Nederlands de ka. Maar de kaf is weer iets anders. Die komt net van een andere plek. Dus qa, en hij is ook zwaar. Dus er zijn twee eigenschappen. Dus hij is anders in klank, maar ook een zware letter. Dus daar moet op gefocust worden. En het beste wat je kan doen om dit goed te krijgen is gewoon echt zitten met een docent die de letters goed beheerst. En die gaat dan... sommige letters, hopelijk krijgen ze snel onder knie. Sommige letters zou je misschien niet eens onder de knie krijgen. Maar het is...
Je moet gewoon je best doen, dan komt het goed. Oké, okay, het tweede deel hiervan. Dus dit eerste is El Aswat, de klanken. En de tweede is Fahm. Fahmu. El Masmu'i. En Fahm betekent? Begrip. En El Masmu'i? Gewoon luisteren. Ja, van hetgeen wat gehoord is. Ja. En mesmoor, dus de samia is degene die hoort. En mesmoor is hetgeen wat hij heeft gehoord. Ja. Dus hetgeen wat je hoort, dat je dat begrijpt. Het is eigenlijk luistervaardigheid. Ja. En daarvoor, wat ze hebben gedaan, ze hebben hier hebben ze vragen, of in ieder geval halve zinnen hier, in dit geval, hebben ze geschreven. Harun, je takallamu min... En dan puntje, puntje, puntje. En de bedoeling is dat ik dan dat er dan voorgelezen wordt. En dan op basis daarvan kan je het afmaken. Ja. Ik weet alleen niet wat de vorige keer hadden gevonden. Maar ik weet niet of er ook nog audiobestanden zijn te vinden. Ja. Van dit. Op zich wel interessant. Maar ik ga me gewoon voorlezen. Dus wat ik ga doen, ik ga dan wel even... je hebt hem daar voor je. Ook voor degenen die thuis mee aan het kijken zijn. Download even het boek. Deze link kan je gebruiken hiervoor. En als je die hebt gedownload, ga dan naar pagina 62 van PDF. En dan ga ik, nu zet ik even dit uit. En dan geef ik even de opdracht hier. Pagina 62 en dat is, even kijken, oh dit is 9, ja, klopt dit beter. Deze even uit en deze even aan. Oké. Okay. Hoofdstuk 10. Oké. Okay. Ik lees het mee voor en dan moet je de stippellijntje eigenlijk invullen. Dus we hebben hier een dialoog tussen Harun en Mahmoud. Harun zegt assalamu alaikum. Mahmoud zegt wa alaikum assalam. من يتكلم؟ هارون زكت أنا هارون أتكلم من دمشق. محمود زكت أهلا يا هارون. هارون زكت الوقت صباح هنا. محمود زكت كيف الجو في دمشق؟ هارون زكت الجو دافئ اليوم. درجة الحرارة 20. محمود زكت أين ستقضي العطلة؟ هارون زكت سأقضيها في مكة إن شاء الله. أوكي. Dan gaan we even terug naar het boek. En dan staat er. هارون يتكلم من دمشق. من دمشق. Correct. الوقت في دمشق صباح. صباح. So, ochtend. الجو في دمشق دافئ. 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 Weet je wat het betekent?
Dafion. We hebben het gehad. We hebben het gehad, ja, dat klopt. Iemand van Facebook het. De tweede... Ik kreeg een error. Oh ja, wat is hier gebeurd? Dat is niet de bedoeling. Even kijken, als je deze pakt. Oké, als je de eerste link pakt, dan zie je hier 8 links in totaal. En je moet de tweede hebben. Juz al-thani min kitab al-talib al-awwal. En dan kan je hem hier downloaden. Dit is toch eigenlijk de link. Werkt die dan? Oh, de link is kapot. Dat bij allemaal? Ja. Oké. Dan moeten we heel snel even zoeken naar een alternatief. Op tegen als je dit doet, ook hetzelfde. Dan gaan we zoeken. Even kijken. Kijken of ik hem kan vinden. Even kijken waar hij is goed in. Nee, ik kan hem even snel niet vinden. En degene die wij hebben. Wat we kunnen doen is. We kunnen WeTransfer gebruiken. Tijdelijk. Even kijken. Wat is dit? Even kijken. Een beetje veel. Een beetje een omweg, maar we hebben het boek al gedownload, dus deze. Oh, ik moet nog dingen checken. Ik ga heel even dit regelen en dan komen we zo terug. Dat is van de site.
Oké, als het goed is, moet hij nu werken. Ik heb nu via WeTransfer heb ik hem gedaan, gestuurd. Dan weet ik hem weg. Oh, dat is niet de bedoeling. Nou, goed. Daar hebben we helaas niet heel erg veel dingen over. We gaan ervoor zorgen dat we die, als die link weer werkt, dat we ze downloaden. En dat we ze dan op islamplanning.nl zetten. Dat we gewoon een download maken. Ja. Dan weet je zeker dat je geen reclame krijgt waar je niet achter staat. Ja. Ja. Er is sowieso geen reclame waar je achter staat, maar er zijn reclame waar je nog minder achter staat dan. Oké. Even kijken naar de reacties, kan dat ook. Even kijken, deze. Oké, dat is helemaal niet de bedoeling eigenlijk. Ja. Even kijken. Even kijken. Dan, dat is helemaal niet wat we willen. Eigenlijk. Die WeTransfer die gooit reclame in, wat natuurlijk niet netjes is. Maar goed, dat is even een, iets wat onvoorzien was. Oké. Davia, ja. Davia betekent warm. Even kijken, dan gaan we terug naar dingen. El Waqt of Dimashq, hallo gaat. Oké. نعم درجة نعم درجة الحرارة 20 درجة الحرارة is natuurlijk temperatuur en 20 is 20 oftewel het is 20 graden. هارون يقضي العطلة في مكة في مكة. Hij brengt zijn vakantie door in Mekka. Oké, dan gaan we naar de tweede. التدريب الثاني فوربيلد فرايدر اوكي التدريب الثاني استمع الى المكالمه ثم اجب عن الاسئله. Dus hier zijn vragen gesteld. Dus bij de eerste was het afmaken en bij de tweede is het de vragen beantwoorden. Nu ga ik weer heel even kijken. Dus dit is op pagina 62 van het PDF. Nu ga ik heel even weer voorlezen. Dan zet ik weer even het scherm op zwart. Zo. Dit kan weg. En dan gaan we. Even kijken, hier. Hier is een dialoog tussen Mustafa en Salah. Dus Mustafa en Salah. En wat betekent qala? Qala. Qala. Zeggen. Zeggen. En qala betekent hij zei. Dus qala is verleden tijd. Ja. Hij zei, en tegenwoordig tijdens Yaqulu, en gebiedwijs Qul, en Masdar is Qaul. Wat ik ga doen, ik ga zeggen, Qala Mustafa, oftewel Mustafa heeft gezegd. Okay. Dus op die manier, dan houdt het Arabisch. Qala Mustafa. Sabah al khayri, ya Salah. Sabah al khayri, ya Salah. Qala Salah. Sabah al nuri, ya Mustafa. قال مصطفى أين تريد أن تقضي عطلة الأسبوع؟ أين تريد أن تقضي عطلة الأسبوع؟ قال صلاح الجو معتدل هذه الأيام سأذهب إلى البر سأذهب إلى البر. قال مصطفى
هل سيحضر الأولاد معك؟ قال صلاح: لا، زوجتي مريضة. قال مصطفى: أنا لن أذهب إلى البر، سأذهب إلى الشاطئ. قال صلاح: سأذهب العاشرة، سأذهب العاشرة صباحا، متى تذهب أنت؟ قال مصطفى: سأذهب الساعة العاشرة صباحا أيضا. سأذهب الساعة العاشرة صباحا أيضا. Oké. Okay. Heb je alles meegekregen of moet ik hem opnieuw? Is hij klaar? Hij is klaar. Oké, doe maar nog een keer. Nog een keer? Oké. Okay. قال مصطفى: صباح الخير يا صلاح. قال صلاح: صباح النور يا مصطفى. قال مصطفى: أين تريد أن تقضي عطلة الأسبوع؟ قال صلاح: الجو معتدل هذه الأيام، سأذهب إلى البر. قال مصطفى: هل سيحضر الأولاد معك؟ قال صلاح: لا، زوجتي مريضة. قال مصطفى: أنا لن أذهب إلى البر، سأذهب إلى الشاطئ. قال صلاح: سأذهب العاشرة صباحا، متى تذهب أنت؟ قال مصطفى: سأذهب الساعة العاشرة صباحا أيضا. Oké, dit was hem. En we gaan hem samen even doornemen. Die vragen zijn niet op volgorde, het loopt een beetje door elkaar heen. Ja, dat is een beetje het. Dat probeert ze natuurlijk te bewerkstelligen, dat je heel goed moet luisteren. Even kijken, ik zet even het scherm weer aan. Zo. Even kijken, de tweede. أين سيقضي صلاح العطلة؟ إلى البر؟ Ja, سيذهب إلى البر. Of سيقضيها. En ها slaat terug op. Hij. Op صلاح. Nee, سيقضي. سيقضيها العطلة, ja. Een عطلة. Dus. Ik zal even opschrijven. سيقضيها في البر. في البر. انها slaat terug op el otla, die genoemd is in de vraag. Een beetje aansluiten, zo. El otla. Hij is een beetje langzaam. Deze. Oké, dus ene sayaqdi salahun el otlata. Sayaqdi ha filbar. طيب أين سيقضي المصطفى أين سيقضي مصطفى العطلة؟ سيقضيها في الشاطئ. Yeah. سيقضيها في الشاطئ. خلاص. كيف الجو؟ الجو معتدل. معتدل هذه الأيام. خلاص. هل هذا فصل الشتاء؟ لا.
In principe weet je het niet. Maar je weet dat de temperatuur warm is. Maar tijdens is oké. Okay. Een oké matige temperatuur. Maar ja, in de winter kan je in. Zeiden ze toch? Hm? Ze zeiden ook, El Bar is kust, toch? Nee, El Bar is land. Is land, En wat ze daarmee bedoelen daar, is dat ze dan... dan hebben ze een warm... in de warme landen gebruiken ze El Bar voor een woestijn. Okay. Dan gaan ze naar de woestijn toe, nemen ze zo'n grote tent mee en een tapijt. En dan gaan ze... Ja, dat is wel interessant om een keer, we doen ze in Kuwait en Saudi-Arabië enzovoort. Ik heb het ook een keer gedaan in Saudi-Arabië. Ja? Ja, dan ga je gewoon echt weg en dan gaan ze met die... Vooral als het dan donker wordt, dan zie je allemaal sterren en al. Ja, je ziet alles, er is geen licht daar inderdaad. Het is gewoon echt... Het is wel mooi. Het is mooi om mee te maken inderdaad. Even kijken. Al-Hada Faslushitar. Ja, dan zeg je La Al-Jaw Mu'tadil. Of je zegt... La Adri. Allahu A'lam. Allahu A'lam. Kan ook. Het beste antwoord. La Adri is, betekent ik weet het niet. Allahu A'lam betekent natuurlijk. Want Allah weet het best. Hal sayahduru awladu salahin. Hal sayahduru awladu salahin. La. La. Waarom niet? Was ook gezegd. Ja, omdat ze ziek was. Zawjatuhu. Marida. Marida, ja. Eina sayadhabu Mustafa wa Salah? Die heb ik gemist. Waar? Waar gaan ze naartoe? Ja. Is dat gewoon Sayyadi, was het gaan doorbrengen of? Ja, ze gaan dan, daar gaan ze ook naartoe, maar Mustafa yadhabu ila. Sayyad Habu ila. In de bar. Ja, en Salah. Salah, Sayyad Habu ila Shad. Ila Shad, hè. Of was het andersom? Wie ging naar de Shad? Mustafa. Sayyad Habu Mustafa ila Shad, Sayyad Habu Salah ila al bar. Meta Sayyad Habu Mustafa wa Salah? Al-Sa'a 10. Al-Sa'a 10 subah. Ja. Allebei gingen om hetzelfde tijdstip, namelijk 10 uur. Dus, het zijn goede oefeningen, toch? Ja, het is een hele goede oefening, ja. Oké, okay, dan gaan we door met deze. Hoeveel zijn er in totaal? Er zijn er 4 in totaal, dus op zich nog 2 te gaan. Even kijken, hoeveel vragen waren hierover? Oké. Dus pagina 63, neem alvast de vragen door. En dan zet ik het beeld op zwart. Even kijken. Zwart beeld. Dan gaan we naar... ergens daarachter. Oké. Het adrib al-thalith. Dus de derde oefening. Istami' ila al-faqra, thumma ajib ani al-as'ila. Dus istami' is luister aandachtig naar al-faqra. Al-faqra betekent paragraaf. Thumma ajib ani al-as'ila. En geef vervolgens antwoord op de vragen. Het zijn... even kijken. 7 vragen, maar zijn hier 2 zinnen. En ik ga... Ik ga proberen op een normaal tempo te lezen. En daarna wat sneller. Dus dan ga ik eerst rustig lezen. Of eerst een normaal tempo. En daarna ga ik hem snel lezen. Ja. Ahmadu yaskunu ma'a usrati. Fi shaqqatin sariratin fi London. Ahmadu yadrusu fi jami'ati London. Wa huwa la yuhibbu faslu shita'. فصل الشتاء بارد جدا في لندن درجة الحرارة في الليل تحت الصفر يذهب أحمد في فصل الصيف مع أسرته إلى مصر
الجو دافئ هناك. يقضي أحمد عطلة الصيف في مصر. Wel gekregen? Niet anders. Oké. Okay. Ik heb nog een keer doen. Ik ga het wel iets sneller. Ahmed yaskunu ma'a usrati fi shaqqatin saghiratin fi London. Ahmed yadrusu fi jami'ati London. ولا يحب فصل الشتاء. فصل الشتاء بارد جدا في لندن. درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. يذهب أحمد في فصل الصيف مع أسرته إلى مصر. الجو دافئ هناك. يقضي أحمد عطلة الصيف في مصر. أوكي؟ نحاول زي بنيمة. Even kijken, we zijn bij. Ja, hier zijn we. Even kijken. Even kijken, we gaan weer aan. En dan kunnen we hier naartoe gaan. Het tadrib al-thalif is istami' ila al-fiqra. Al-fiqra is het. Thumma ajib 'an al-as'ila. Tayyib, fi ayyi madinatin yaskunu Ahmed? Yaskunu fi London. Fi London, inderdaad. هل يسكن في بيت؟ لا يسكن في شقة. يسكن في شقة. هل يعمل أحمد في لندن؟ لا يقرأ في. يقرأ ما يدرسه. يدرس. 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 انتباه بسيخ. إذا قرأ. أوكي. أوكي. قرأ. كان أشتغف. كان ملكت أنتهاو زخ ما. وتي بالديد. يا يا. كان أشتغف نو كوبشخيف. يا. أوكي. ما هو يدرسو. يدرسو. هذا الفرق ده سترانس. هذا إيف بلاريك. أم. دا إيف. أم. تفوكسه. يه. هبت. يدرسو. En yudarrisu. Yudarrisu. Yadrusu betekent studeren of les volgen. En yudarrisu betekent onderwijzen. Met twee verschillende werkwoorden. Yadrusu komt van darasa. En yudarrisu komt van darrasa. Met shadda op de vla. Wat je in de masdar van darrasa is dirasa. Het studeren. Of het. Ja, het studeren. Of het. Ja, het volgen van les. En het onderwijzen van darrasa yudarrisu is tedris. Tedris. Het zijn dus yadrusu. En in de, het scheme wat ik net had voorgelezen, was er geen, waren er geen klinkers. Dus in principe. Yadrusu en yudarrisu zijn beide mogelijk. Ik heb gekozen voor yadrusu. Oké, okay, yadrusu. Want hij zou kunnen zeggen hoe yudarrisu fi, fil jamia. Had je kunnen zeggen. Had ik ook kunnen zeggen. En dan werkt hij wel. Dan zou hij zeggen. Dat is wel handelen, ja. Hij werkt, inderdaad, fi landen. Maar ik had yadrusu gekozen. En zo zie je ook dat als je de klinkers niet schrijft, zijn er vaak meerdere mogelijkheden. En in de Koran, in de originele mushaf van de Sahaba, waren er ook geen puntjes. Dus je had geen klinkers en geen puntjes. Dus dan. Dan de ja hier zou dan gewoon een ta kunnen zijn, een noon kunnen zijn, een ba kunnen zijn, inderdaad.
Dus dat, dat zou mogelijk zijn. Maar de context, als er staat hua, dan staat automatisch Yadrus of Yudarnis. Maar, en daarom zijn de verschillen in de qira'at zijn mogelijk, omdat er geen puntjes en klinkers waren. Dus ook aan bijvoorbeeld in Jaya komt vijf schubi nebin fatabayyanu, en een andere riwaya fatathabbatu. Tabayyanu, tathabbatu. Omdat als je geen puntjes hebt, kan het een ba en tha zijn enzovoort. Het past allebei ook in de context. Ja, en het betekent bijna hetzelfde. Dus ze vullen elkaar aan qua taal. Maar dat is dus als je geen klinkers hebt. En daarom is het zo belangrijk om met klinkers te werken, in principe. Omdat, ook al ben je heel goed in Arabisch, er zijn meerdere mogelijkheden. Dus het is niet dat als je de klinkers hebt, dat er geen meerdere mogelijkheden zijn. Net als in Nederlands. Als je Nederlandse klinkers zou weghalen, zou je het kunnen lezen. Ja, ik kan het lezen. Je kan het lezen, maar je hebt wel dat je soms andere woorden gaat pakken. Ja. Die passen in de context. Ja. Maar dat is op zich niet echt een probleem. Oké. Hal ya'malu Ahmadu fi London? Gebaseerd op onze interpretatie van Yadrusu. Nee. La Yadrusu, bel Yadrusu fi London. Hal yuhibbu fasla shita? La yuhibbu. Want hoe? We staan dan terug naar fasl. La yuhibbu. Oké, kam darajatul hararati fi al-layl? Tahta as-sifr. Inderdaad. Aina yaqdi 'utlat as-sayf? Yaqdi fi Misr. نعم يقضيها في مصر يقضيها انها ستنطبق بعطله اين يقضي احمد عطلته السيف في لماذا يذهب الى مصر الى مصر الجو دافئ هناك يا Maar gaat hij dan in de winter of gaat hij dan in de zomer of allebei? Want uit de dingen begreep ik, uit het verhaaltje begreep ik dat hij beide gaat. Want hij heeft een hekel aan Shita, aan de winter. Ja. Dus hij gaat naar Egypte en hij spendeert zijn Otat is safe, zijn zomervakantie, ook in Misser. Ja. Dus dat begreep ik eruit. Ja. En de vierde, dat riep Arabia. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة إلى أين يذهب محمود متى سيذهب ماذا ترك في البيت هل ذهب محمود إلى العمل لماذا يذهب إلى الطبيب كم يوما بقي في البيت متى سيذهب إلى الشركة Er zijn dus vragen en ja goed, de vijfde vraag beantwoordt al de vierde vraag, lichtelijk. Ik ga hem even uitzetten. Dan ga ik hem even voorlezen. Dit is pagina 63, toch? 63 van het PDF. Right, en dan ga ik hem weer voorlezen. 200, nog iets. Zoiets. Ja. Oké. Nou, goed luisteren. Mahmoudun dhahaba ila sharikati fi sabah. Taraka Mahmoudun al-mi'tafa wal midalla fi al-bayt. Mahmoudun yadhhabu ila al-bayt. السماء تمطر الآن وثوب محمود مبتل بالماء هو مريض لا يذهب إلى العمل يذهب محمود إلى الطبيب ويقضي أسبوعا في البيت محمود الآن بخير وسيذهب غدا إلى الشركة إن شاء الله
Kan nog een keer doen? Iets sneller. محمود ذهب إلى شركتي في الصباح. ترك محمود المعطف ومظلة في البيت. محمود يذهب إلى البيت. السماء تمطر الآن وثوب محمود مبتل بالماء. هو مريض. لا يذهب إلى العمل. يذهب محمود إلى الطبيب ويقضي أسبوعا في البيت. محمود الآن بخير. وسيذهب غدا إلى شركتي إن شاء الله. Oké, dat was het verhaaltje van Mahmoud die dingen vergeten was. Dan gaan we terug naar 63. Dan zetten we het beeld weer aan. Ik moet eigenlijk een betere manier vinden. Misschien een boek pakken uit de kast. Dat is ook een mogelijkheid. Ja, kan ook, ja. Of niet zo vaak te schakelen, maar dat maakt op zich niet uit. Tadrib Rabia. Stemmen ila al-fiqra, thumma ajib aan al-as'ila. Volgens mij was het... Ik heb toch echt in mijn hoofd dat het met een fetha is. Al-faqra. Ik weet niet waarom ik dat denk. Op mijn oor is dat niet zo goed. Maar als ik dan... Al-ma'ani is een... Hedendaagse woordenboek. Even kijken. Fikra. Ja, het is wel met een. Ja. Dit is het Fikra? El Fikra, ja. Je hebt El Fakra. واحد من عظام السلسلة الظهرية. اوكي. Dan klopt het. طيب إلى أين يذهب محمود؟ الشركة. إلى شركة. Maar ja, deze vraag is best wel algemeen. Ja. En hij gaat ook naar de dokter. Dus ik zou beide kunnen zeggen. Ja. En hij gaat morgen weer naar, ja, naar dingen. Dus op zich allemaal kunnen. Het ja. is een beetje omdat de vragen hier zijn af en toe niet heel erg duidelijk. Ja, omdat het op het begin naast zo'n sherik is. Ja, dat was eerst inderdaad. Dus dat kan je aanhouden. Met de Sayed heb. Fis sabahi. Ja, in de ochtend. Mada taraka fil beit. Wat heeft hij achtergelaten thuis? Al-mi'taf, ja. Wal-mi-dalla. Al-mi-dalla is de? Paraplu. Paraplu en mi'taf? Jas. Oké, dus hij heeft zijn jas en paraplu heeft hij thuis gelaten. Is hij thuis vergeten waarschijnlijk. Hal dhahaba Mahmoudun ila al-amal? La. طيب لماذا يذهب او لماذا يذهب ب وصلت لي يذهب مستنير بس مرفوع. طيب لماذا يذهب الى الطبيب؟ هو مريض. كم يوما بقي في البيت؟ ايش بقي اس بليف بس يبقى هذه هي فقط بقي اذا verleden tijd. Bakia. Bakia yabqa. Kam yawman bakia fil bayt? Usbu'an. Ja, bakia usbu'an. Mata sayadhhabu ila ash-sharika? Ghadan. Ghadan. Ja, ghadan is wanneer? Morgen. Dus ghadan was dus gisteren ook weer. Ghadan is morgen. Ghadan is morgen. Ja, ja. Ems. Ems, ja. Emsi. Ja, el-Emsi. Ja. Oké, deze oefeningen zijn best wel goed. Ik hoop dat degenen thuis ook wat hebben opgestoken van deze dialogen. Even kijken, hoe laat het nu? Hier niet zien, moet ik even hier naartoe. Ah, oké. Tijd vliegt. Al-Kalam. Want ze hebben hier volgens mij ook les...
Zo. Okay. Nou goed, maak ze even af. El-Kalam is spraak. En de bedoeling hier is dat je eigenlijk oefent. Dus met een partner. Dus Talib al-Awwal. Dus hier heb je de ta van Talib en één van de eerste. En Talib Thani. Kayfa al-Jawu fi London? Vraagt Talib al-Awwal. Wa qala al-Talib al-Thani. الجو بارد جدا في لندن. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن خمس. خمس. Dus dit is een dialoog. En wat ze eigenlijk willen is dat je deze drie punten pakt. Dus London, Barit, Gams. En dat je eigenlijk dan hier vervangt. Dus in plaats van dat je in London bent, ben je in Jazair. Jazair is Algerije. Mu'tadil. Mu'tadil is gematigd. Temperatuur. Het weer inderdaad. Dus mu'tadil komt van adel. Adel is rechtvaardigheid. En dan heb je asher. Dus wat je dan doet is, in plaats van dat je vraagt waar kayfa al-jawu fi London, zeg je kayfa al-jawu fi fil Jazair. En dan zeg je, al-jawu mu'tadilun fil Jazair. Kam darajatul hararati al-an? Darajatul hararati al-an 10. Maar ik kan niet zeggen, al-mu'tadil jiddan, toch? Nee, ik kan niet zeggen, nee. Ja. Mu'tadil jiddan is echt heel erg gematigd. Heel erg gematigd, nee, dat kan niet. Ja. Want Mu'tadil is een beetje zo tussenin. Oké. Okay. Dan heb je. Ik ga nu een vraag stellen en dan moet jij antwoorden. Kayfa al-jawu fi Riyadh? Al-jawu dafi'un Riyadh. Ja. Al-jawu dafi'un jiddan fi Riyadh. Klopt. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 20. 20. يا. أوكي. مخياي طالب أول زين. كيف الجو في مكة؟ الجو حار جدا في مكة. كم درجة الحرارة الآن؟ أوكي. كم درجة حرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 40. سواء أكثر. طيب كيف الجو في تونس؟ الجو معتدل في تونس. كم درجة الحرارة الآن؟ درجة الحرارة الآن 10. 10. يا. Klopt. Nou, deze oefeningen zijn echt nuttig. En ik raad je ook echt aan om deze gewoon te oefenen. Ik ga heel even kijken hoeveel er van zijn. 5, 6. Ja. Het zijn allemaal spreken. Ja, er zijn spreken. Dus al-kalam, of zo staat al-kalam. Dus wat we hier hebben is al-kalam. De spraak. Dus in het begin krijg je, even kijken, wat hebben we hier? Begint met die verhaaltjes. Ja, het begint met verhaaltjes altijd, dialogen. Dialogen. Ja, precies. Dus je hebt al-ard. Al-ard is eigenlijk wat neergelegd wordt voor je. Dus dit is de basis. Ja. Al-ard. En dan heb je al-hiwar, al-awwal, al-thani, al-thalith. Met de woorden. En dan... Even naar Thalif komt. Mufradat, ja. En dan heb je oefeningen die daarbij horen. Gewoon die over de woordenschat gaan. En dan heb je hier extra woorden. Fi, fauq, taht, amam, khalf, yamin, shimal. Die hebben we behandeld. En dan kom je bij at-tarakib an-nahwiyya. Dus eerst krijg je dialogen, woordenschat. En dan grammatica, at-tarakib an-nahwiyya. En dan krijg je een samenvatting hiervan.
Dat is een superhandige. Dat herhaal ik elke keer. Bestudeer deze pagina. In ieder hoofdstuk heb je er eentje. Bestudeer deze. Als je deze als je een paar keer doorneemt, dan kan je ook... je moet ook nadenken waarom staat het er op die manier. Als je gaat nadenken, dan ga je patronen zien en herkennen na een tijdje. Daarna komt El Aswad of Fahm Mesmour. Dus El Aswad als eerste. El Awwal en El Aswad. Dan gaan ze even over de klanken van de letters. Dan Fahm Mesmour hebben we samen gedaan, is luistervaardigheid. Dan komen we bij El Kalam. En El Kalam is spreekvaardigheid. En dan komen we bij... Deze heeft 6 opdrachten. En dan komen we bij El Qira'a. Ja. En Qira'a is eigenlijk iets wat je zelf moet doen. Want als we hem gaan voorlezen, dan is het luistervaardigheid. Dus deze moet je eigenlijk zelf doen. Dit wordt het huiswerk altijd. Okay. Dus El Qira'a is het huiswerk. En er zijn 4 verhaaltjes. Wel 5, moet ik zeggen hier. 6 zelfs. Dan krijg je daarna, na El Qira'a, leesvaardigheid, krijg je El Kitaba, schrijfvaardigheid. En hier gaat het nog om het verbinden van letters aan elkaar. En dan hebben we... wat opdrachten. Even kijken, en waar komen we dan uit als we dat hebben gehad? Bij de toets. Bij de eerste toets van dit boek. Ja. Dus wat we nog kunnen doen, is volgende week even alles doornemen. En daarna gaan we toets maken. En dan wil ik eigenlijk weten hoe goed jullie de stof hebben opgenomen. En dan zien we ook meteen waar de valkuilen liggen. Dus als we zien dat bij... Want dat bestaat weer uit 2 delen. Woordenschat aan de ene kant. En dan Taraqib an-Nahw aan de andere kant. En dan het Qira'a en nog één oefening daarvan. Dus als iedereen hier veel fouten heeft en hier weinig, dan weet ik waar we meer focus op moeten leggen. Volgende week dus? Volgende week gaan we nog 1 keer herhalen. En daarna dan gaan we de toets doen. Zijn er nog vragen? Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Volgende week, zondag om kwart over 2 moeten beginnen. Ja. Kwart over 2 inshallah. Kwart over 2. Wees erbij. En dan gaan we weer verder. En voorbereiden op de eerste toets van het boek. Het is eigenlijk een testje zelf ding, maar die gebruiken we om een beetje te peilen hoe het gaat. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.